Nou, ik wil jullie in de eerste plaats van harte welkom heten. En zijn alle prijswinnaars, nou, die zijn nu allemaal compleet. De laatste is net binnengekomen. Ja, nou, het was ook heel moeilijk om een keuze te maken, zeker om bij de kinderen, bij de kleurplaten. Gelukkig hebben we mensen van Dijkland daartoe bereid gevonden om daar een keuze in te maken voor ons. Onszelf hebben we dat niet kunnen. Die hadden er gelukkig wat meer verstand van. En, want het was ook wel erg moeilijk om de keuze te maken voor jullie. Voor de theoriecursus op zich, die ja, was best wel pittig hoor ik van een heleboel mensen. Ik moet zeggen dat die ook niet zo heel goed gemaakt was. Nee, we hebben 354 inzendingen in totaal gehad. Er waren best wel heel veel voor de beurs. Ja. En er waren in totaal maar 4 goede bij, foutloos. Ik denk je helemaal niet gezien. Ja, nou op zich is dat helemaal niet zo gek eigenlijk. Want als je naar het landelijk gaat kijken, en dat is ook een landelijke verkeersexamen altijd ieder jaar. En daar zijn van de 100 mensen, zeker er 80. Dus dat ligt het percentage op 20%. Nou, hier liggen nog iets lager. Ja. Dus in de Bommelerwaard moet er toch nog wat meer aan verkeer en theorie gedaan worden, blijkt wel. Nou, ik wil graag met de kleintjes onder ons beginnen. En dan heb ik hier Tijmen van Genderen. Tijmen is natuurlijk met een stukje cake. Ja? Nou, kom maar eens even hier. Tijmen. We gaan eens even kijken wat we voor je hebben. Nou, dit is de kleurplaat die Tijmen heeft gemaakt. Kijk, ik kom er even bij houden. Hier, kan papa ook even kijken. Hier, laat maar even zien. Zo, hou hem samen even vast. Kijk eens aan. Nou, we zullen hem hier even neerleggen. Hier, kan de rest hem ook even kijken. Krijgt hij wel een applaus van iedereen? Helemaal verlegen van. Nou, gaan we eens even kijken. Tijmen, wat voor mooie prijs wat we nu hebben. Het is al Pasen. We hebben eerst eens een mooie keuze gemaakt voor een heel mooi kleurboek voor jou. En omdat het Pasen is, doen we er voor jou ook nog een heel mooie paashaas bij. Kijk eens. Ja, geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan kijken we eerst even af. Hey, prachtig. Dat is wel. Dat is mooi. Nou. Kijk, dit is een... Kunnen we even samen vast houden? Jetsen. Mogen we even een foto maken? Jetsen. Kijk. Van Kars. Ja. Zie je dat? Mooie tekening. Van Kars. Leuk hè? Ja, ook voor Jesse hebben we een leuke prijs. Kijk. Een hele mooie tekening in kleurdoos. Er zitten een heleboel dingetjes in allemaal. En dan wat paasjes. Dan mag jij nu ook nog eens erbij hebben. Ja? Vind je het leuk? Ja. Nou. Dat is wel een mooie antwoord. Volkswagen Pieter. Leuk. Gaan we over tot de volgende. Krijg uit Bruchem. Nou, waar even de volgende komen. En heeft gewonnen een set theorieboeken voor de personenauto. Dankjewel. Hier wel. Ja, dankjewel. Heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. En de set, dit is de theorieboek zelf, ja, waar alle regels in staan. Okay. En de achterkant is nog een keer apart stuk voor de examentraining. Oké. Dus alle vragen die zijn daar gevonden. Ja? Dankjewel. Alsjeblieft. Wendel de Joden. En die heeft gewonnen een bijscholingscursus voor 2 uur. Voor 1 persoon. In een schakelauto. Nou, even kijken. Ja, het is een beetje symbolisch wat we gemaakt hebben. Dus met deze heb ik u even wel. Hartelijk gefeliciteerd. En ja, dit is de goedbon. En die kunt u gewoon gebruiken. Dit is de bijscholingles, hier staat het netjes op allemaal. En deze is ook wel een theoriecursus online. Dus, misschien ook wel een keer. Gaan we over naar Verheij. Uit Zuidelijkaan. En die heeft gewonnen een 22-30 verbandrommel. Kijk. Gefeliciteerd. Ja. En alsjeblieft. Ja, bedankt. Dan krijgen we Owen. En die heeft gewoon een autobrandblusser. Hij staat er al, hè? Als ik dat even pakken. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Hoop dat we hem nodig hebben.
Ja, dat is ook goed te blussen. Dat is beter bij autobranden in ieder geval. Er was laatst nog een stukje van op tv dat er beter een poederblusser gebruikt kan worden. Dat zijn chemische bestanddelen die vreten allemaal de elektriciteitsdraden aan. Ja. En dat doen poederblussers doen dat namelijk niet. Handig. Dus dan scheelt het weer fik het niet eraan. Ja, dankjewel. Goed. Wijgens, mevrouw Wijgensen van de Werken. En die heeft een waardebon gewonnen voor autobedrijf Tuur uit Genderen. Van harte gefeliciteerd in ieder geval. De waardebon zit hierin en die kunt u bij autobedrijf Tuur besteden. Ja? We hadden nog een winnaar voor een bon van Tuur uit Genderen, maar die hebben we helaas nog niet kunnen bereiken. Dus die krijgen we alsnog uitgereikt. En dat is de heer Martijn Bovenscher uit Gameren, maar die hebben we nog niet kunnen klasseren helemaal. De laatste, nou ik kwam ook het laatste binnen, hè. Ik het laatste in de beurt en dat is heer Vervugd uit Waken-Aalburg. Ja. En die heeft de Roosom training gewonnen. Ik wil eerst even feliciteren. Ja, dank u. Van harte gefeliciteerd. Ik leg die microfoon even neer. Kijk, de training het is een voucher. Daar binnenin staat een. Kijk wat de nummer staat. Kijk, hier achterop staat een nummer. Ja, dan kun je gewoon via de actiecode invoeren. En dan kun je zelf een afspraak maken bij het trainingscentrum in Rosmalen. Dat is wat de auto is eigenlijk. Ja, kom maar hoor. Ja, oké. Ja. Zal ik het even zien doen? Kijk eens. Alsjeblieft. Ja, hartelijk bedankt. En met plezier ermee. Ja, dat zou wel goed zijn. Zover de uitreiking, ik kan nog even wat drinken en met deze sluit ik het eigenlijk weer af. Ja? Oké, veel plezier met allemaal met de prijzen. Ja. Ja. Ja.